Hallo kijkers, wat leuk dat je er allemaal weer bent. Als ik zeg Julius Zak, zeker. Zou je bijna zeggen, het is een toverspreuk. Ik heb hier ook in mijn hand een snoepverpakking. En hele leuke. De wikkel in ieder geval. Met een heks. En ze slaat een toverspreuk uit. Zo lijkt het. Op de achtergrond zien we nog een heks-collega. Tegen de volle maan. En een vliegende bezem. Waarop staat witch. En dat is natuurlijk heks. Heel veel spinnen. Een paar oude bomen. En een mooie donkerzwarte achtergrond. En wat zien we hier? Een toverketel. Leuke verpakking. Blinkt ook echt uit. Toen ik het zag, dacht ik, hé, dat is leuk. En deze verpakking heeft een snoep natuurlijk. Een soort van gummiesnoep. Met een verrassing. En waarom zeg ik nou jullie zak zeker? Je zou bijna zeggen, het is een toverspreuk. Maar deze toverspreuk betekent gewoon jellycum. In een of andere taal. Nou, wat nou de verrassing is. Er zit een vinger in. Misschien wel een tovervinger. Wie weet. De achterkant hebben ze niet zoveel gedaan. Dat zijn alleen de ingrediënten. In allerlei talen. Met een barcode. Beetje onbelangrijk. Goed, ik ga het gewoon openmaken. Dan zien we wat er binnen zit. Van moois. Kijk eens aan. Hey. Kijk, daar zit in een gebitje, eetbaar natuurlijk, twee smaken en een heel slecht gebitje. En dit is een verrassing, de vinger. Van zacht plastic. En daar zit een mooi nageltje op. En dan kun je nog kiezen. Wil ik een rood nageltje? Of een geel nageltje? Ja. Ik zou zeggen. Het doet me ergens anders aan denken. Misschien makkelijk om je rug te krabben. Of iets ergens anders. Weet je wat? Ik ga gewoon het snoep uitproberen. Eerst de hoed maar. Oké. De slechte tanden. Oké, het smaakt eigenlijk wel lekker. De hoed smaakt dus een kersensmaak. En het slechte gebitje is een cola smaak. Is het het waard? Ach ja, waarom ook niet. Leuke verpakking. Lekkere snoepjes. Je kan elkaar toch een keer verwennen, toch? Dit was Galaxy Jealous met een Halloween snoeptest. Ik wens u nog een
een fijne avond. Dag, dag.